Vroeger financierde de overheid onderzoek. Dus er is heel veel geld vanuit de pharma gaat naar universiteiten toe om onderzoek te doen. Wij van WC Eend willen ook een beetje deze... Over de hele wereld is er heel veel oversterfte. Met name in die landen waar veel gevaccineerd is. Als er per jaar ongeveer 25.000 mensen meer overlijden dan normaal... Ja. Dan wil je weten waaraan ligt het dat er 25.000 mensen meer overlijden. En met name ook heel veel jongeren overlijden, wat gewoon niet normaal is. Geef je daarmee dan ook een conclusie? Last year, almost 20.000 more people died in Australia than expected. Nee, er is een correlatie. Er is een correlatie tussen de vaccins en de momenten dat er pieken zijn van oversterfte. Na iedere vaccinatieronde is er tot nu toe een piek geweest, direct daarna, van extra sterfte. En als die trend zich voortzet, na iedere vaccinatie, dan wordt de kans op toevalligheden steeds kleiner. Als je anders denkt dan andere dokters, gaat je kop eraf.